Albert, wat wil je vandaag met ons bespreken? Ja, vandaag gaan we het hebben over Trojaanse paarden. Ja, dat kennen we natuurlijk allemaal, het Trojaanse paard. Maar in welke context hier bij jou? Ja, het Trojaanse paard kennen we ook van de computers en de laptops. Het is namelijk een virus. En een virus wat net als het paard van Troje, dus onschuldig lijkt te zijn. En dan in één keer spontaan van alles gaat doen wat we allemaal niet willen, zeg maar. Ja, daar hebben we het daar natuurlijk al vaker over gehad in andere uitzendingen. Maar in wat is dit dan voor een virus? Ja, het KPD-politievirus wat we kennen, wat op het moment weer helemaal topic is, dat is eigenlijk het sterkste voorbeeld van een Trojaans paard. Klant zit onschuldig op internet gewoon wat te kijken, YouTube, wil een documentje bijvoorbeeld van zijn Word gaan mailen. Egaal, gewoon standaardhandelingen. En ja, spontaan krijgen we de politiemelding dat er God weet wat aan de hand zou zijn. En dan is het tijd om naar elkaar te komen. Ja, want als je zoiets dan zo'n melding krijgt op je scherm, hè, wat moet je dan doen? Het politievirus, het KLPD, is een vervelend, lastig te verwijderen verhaal. We hebben voor alle 5 tot nu toe bekende varianten alle expertise in huis om ervoor te zorgen dat het er uiteraard afgaat, maar ook om ervoor te zorgen dat de data veilig is en ook als de computer wordt opgehaald, veilig blijft. Wanneer moet je dat dan aanschaffen of installeren, al bij aankoop, of kan het ook later? Nou, uiteraard weten we dat we virussen kunnen voorkomen met antivirusprogrammatuur, het antiviruspakket. Denk aan diverse merken die in omloop zijn die dat doen. Wij adviseren ten alle tijden om een virusscanner bij elke aankoop te laten installeren. En hebt u al een computer en twijfelt u daaraan of het fatsoenlijk werkt of dat het fatsoenlijk up-to-date is, loopt dan uiteraard ook bij ons binnen. Want komt het steeds meer voor dat er ook op een agressieve manier dus misbruik wordt gemaakt eigenlijk van de mensen? Ja, absoluut. KPD nogmaals een sterk voorbeeld. Maar er zijn ook al virussen die rondgaan. Dat men aan de hand van dat virus dan weet wie de klant is. Men de klant echt gaat bellen om dan vervolgens te proberen ook weer geld afhandig te maken. Eigenlijk te gek voor woorden, maar het gebeurt absoluut. En dan hebben we de laatste uitzending van jou ook gehad over het keuren, de APK-keuring. Doen jullie dan ook zoiets? Ja, daar doen we uiteraard ook daarnaar kijken. De APK voorziet in een controle ook op dit soort zaken, Trojaanse paarden voorop eigenlijk. En treffen we daar zoiets aan en wordt er actie gevraagd, zeker gewenst, zullen wij gelijk in gesprek gaan met de klant om ook dat verhaal eigenlijk gewoon meteen de nek om te draaien. Dus een gewaarschuwd mens telt voor 2, hè, zo maar zeggen. Dus wat wil je de mensen vooral nog meegeven als advies? Het advies is eigenlijk heel makkelijk. Op het moment dat je computer, je antivirusprogramma, een bepaalde melding geeft dat er iets aan de hand kan zijn, klik het om te beginnen niet te snel weg. Lees eerst eens van, god, wat vertelt de computer mij? Wat wil die? Wat is er aan de hand? Dat is eigenlijk punt 1 waar je op kunt letten. Het tweede punt is, kijk of je Windows-pakket up-to-date is. Windows laat dat immers gewoon aan u zien op het moment dat u dat oproept in het configuratiescherm. En dan als derde punt, voor de niet-technische gebruikers, als we twijfels hebben, dus de computer geeft rare meldingen, start spontaan opnieuw op, loopt vast, vertelt dat je een of andere loterij gewonnen zou hebben, egaal. Ook bij dat soort dingen, als je daaraan gaat twijfelen, neem contact met ons op. Of loop binnen voor de APK. Of laat hem meteen controleren. Want een gewaarschuwd mens telt inderdaad voor 2.